profcarrière van Luc Nielis begon in 1984 bij FC Winterslag. En 2 jaar later verhuisde hij naar het grote Anderlecht. Toen hij 16, 17 was bij Winterslag, had iedereen snel door dat zijn laatste club niet ging zijn. Hij liet flitsen zien van zijn klasse. Het was vrij duidelijk dat hij een mooie carrière zou maken. We hebben van toen ook al mensen die prospectie deden voor ons en al de rapporten die we binnenkregen over Nielis, dat was altijd, het zijn twee goede gouden voeten, goede technieken. En Constant en ik zelf waren direct akkoord dat dat voor ons de man was die we op dat moment konden gebruiken. Het was ook snel duidelijk dat Anderlecht interesse toonde en als je dan op je 19e daar naartoe mag gaan, dan ben je een groot talent. Alleen moet je dat dan nog vertalen in echt een grote speler worden. Het was vrij duidelijk dat hij een mooie carrière zou maken. Hij zelf heeft spontaan voor Anderlecht gekozen op dat moment. En ik zal dat nooit vergeten, als hij nu zijn eerste wedstrijd gespeeld, dat was de finale van de toenmalige profclub. En we waren toen bezig aan onze derde tribune aanbouwen, hier aan de overkant, in 86. Dus hier die tribune ging er wat plat. Dat was hier toen een zeer eigenaardig spektakel. En hij heeft dus daar toen zijn optreden gedaan. En hij werd terecht door iedereen, zowel supporters als de mensen van bestuur, aanvaard als dat wordt waarschijnlijk wel een goede speler voor anderen. De Grijze met aanwijzingen. En u weet hoe sterk Nielis daarin is. Afgeweken bal. Goed, 5 minuten is het zover. 1-0 al voor Anderlecht. Wat een start hier in het afgeladen kastel van het Stokstadion. Met een vrije trap dus van Luc Nielis. Enige meeval wel, we gaan er opnieuw bekijken. Daar is de Grijze, de Wolf, Luc Nielis. Die bal wijkt af in de muur. En Danny Verlinde heeft er helemaal geen vat meer op. En Luc Nielis opnieuw achter die bal aan en opnieuw door. Gaat hij opnieuw scoren? Het kan bijna niet. Daar is Verlinde en Van Langenhoven wijst naar de penalty-stip. Wat een sensatie hier. In 1 minuut tijd, 2 keer Luc Nielis aan het werk. De tweede keer dus alleen doorgebroken. En dan een fout van de Brugse defensie en een penalty. Ja, en nu zijn we 1 minuut verder. Dus in 1 minuut kan Anderlecht misschien wel 2 keer scoren. Oliveira, en inderdaad tegen de netten. Formidabele start. Club Brugge al 2-0 achter. Ongelooflijke start met doelpunten van Nielis en Oliveira op penalty. Opnieuw Oliveira. Frankie van der Elst erachteraan. Distel komt ook. Oliveira sterk. Goeie voorzet. Luc Nielis. En die gaat naast. Ja, Luc was echt wel een spits die moest scoren om zijn wedstrijd goed te maken. Het was echt niet iemand die tierlantijntjes en voor het spektakel speelde. Ja, doelpunten maken en vooral mooie doelpunten. En dat was zijn kracht. Kon vanuit alle hoeken met beide voeten trappen. En het was nooit zo dat die bal bij de cornervlag eindigde. Dus het was ofwel in het kader ofwel net naast. Het was nooit niet een plaatsballetje, het was altijd een harde plaatsbal. En dat was zijn kracht. Altijd in zijn hoofd ook denken van zo snel mogelijk in balbezit komen om te scoren. En daar was hij ook op gefixeerd, doelpunten maken en liefst zo mooi mogelijk. Het was geen een echte stoelmer in punt. Het was een man die beter en deed in tweede positie, maar het was een man die echt kon terugvallen op 2 gouden voeten. Hij speelde zo makkelijk links als rechts. Hij kon een bal aanpakken met de linkse en afwerken met de rechtse. Hij kon hem aanpakken met de rechtse en afwerken met de linkse. Dat is altijd een van de grote eigenschappen geweest toen. Men spreekt hier dikwijls van Rensenbrink. Het was een grote, een oude, maar die had maar 1 voet. De linkse poot. En ik vergelijk hem op dat vlak met Lozano. Lozano was ook een speler met 2 gouden voeten en Nielis had dat ook. Het was op dat vlak een perfectionist. Van Luc komt er dan.
Edwin Oliveira. Goeie man bij zich, toch op een voorzet. Luc Nielis schiet. En op een doelpunt van Luc Nielis. Op die Luc Nielis 4-1. Na 23 minuten. 4-1 voor Anderlecht. Een bijzonder zwaar verdict. Anderlecht dat technisch sterk speelt op het middenveld. Dus met twee uitblinkers zijn de Oliveira die de voorzet geeft en Luc Nielis die deze keer afwerkt, die het nog eens opnieuw een knap doelpunt. Luc Nielis samen met Oliveira uitblinken. Ja, zijn grootste kwaliteiten lagen duidelijk in zijn scorend vermogen en dan nog niet in het doelpuntjes van zeg maar het binnentikkertjes. Nee, Luc had er een patent op om vanuit de moeilijkste hoeken zeg maar toch nog de winkelhaak te vinden of het zijnetje. En dat kon hij met zijn twee voeten. Hij kon vanaf 30, 40 meter een bal in volley pakken in de winkelhaak en gedaan. Dat was zijn grote eigenschap. De wilde vers van Loon. Nielis gaat erachteraan. Direct geschoten van Nielis. Zijn derde doelpunt. Wat een schot, een botsende bal. En Danny Verlinde helemaal verrast. Een afstraffing voor Club Brugge, 5-1, club dat dus met 10 voor moest aangeslagen staat te voetballen. En dan dat derde doelpunt van Luc Nielis, de moeite om nog eens te bekijken natuurlijk. Zijn scorend vermogen, zijn traptechniek, daar lag absoluut uitzonderlijke klasse. En dan spreek ik echt over internationaal niveau. Er zijn er weinigen. Ik zat deze week met Arnaur Aydur Gunnjonsson in extra time. En die bevestigde zelf ook dat hij, en nogthans bij Barcelona, Chelsea speelt, dat Luc eigenlijk de beste traptechniek, de speler met de beste traptechniek was waar dat hij mee gespeeld had. Dus ja, als hij dat zegt, dan is dat bij mij absoluut ook het geval. Emmers, dat is goed gedaan. Opnieuw Emmers. Dit rijden, dat is altijd op zijn best. Maar nu, niet voorbij deze club. Sterk heel lang. Nielis, nu gaat hij trappen. Nielis binnen. Edo. Ja, Luc Nielis. Ik denk dat hij de Belgische speler is die het meest mooie doelpunten heeft gemaakt. Hij heeft er heel veel gemaakt. Maar procentueel zat hij zeker over de helft van zijn doelpunten waren beauties. Dus natuurlijk het moment en de tegenstander speelt ook altijd mee. En daar heb je nog altijd een gradatie in. Maar er zijn vrije trappen, er zijn doelpunten in volle snelheid. Dat hij toch nog de beheersing heeft om in die snelheid na te denken en dan links of rechts uit te halen en een perfecte winkelhaak te vinden, de doelman te verrassen. Hij had inderdaad, hij wou precies geen makkelijke doelpunten maken, wat hij ook heel goed kon, stiftertjes heeft hij er ook, had hij ook wel graag. En dat was ook waar hij eigenlijk voor voetbalde, om mooie doelpunten te maken. Dat was zijn doel. Eén ding weet ik nog altijd, ben ik gespeeld op Molenbeek, RWDM. En wat het lastig. En op een zeker moment, we gingen naar het einde van de match en dan was er op 10 minuten geflikt. Twee gouden passen van Mark de Grieze en het was gebeurd. Nee, dat heeft hij werkelijk kunnen opleveren, zal ik maar zeggen. En hij heeft er veel gemaakt hoor. Veel, heel veel. In this world. En Nielis, met een geplaatste bal, en nu gaat hij binnen via de paal. Nobody's ever gone to erase you in this world. No one can replace you. Nobody's ever gone. Dit is op die knap, oh mooi. Hij heeft er spectaculair gemaakt, inderdaad, heel spectaculair, ja. Zowel met de linkse als met de rechtse voet. En van op korte afstand, schuin, diagonaal, van op 30, 40 meter. Een schoon palmarès, inderdaad. Iedere speler heeft kwaliteiten en heeft gebreken. Er zijn er weinig die geen gebreken hebben. Dus ook Luc had dingen die minder waren. Eén daarvan was zijn startsnelheid. Dat was niet zijn
zijn grote kracht. Dus ja, goed, hij probeerde dat te compenseren met goed positie kiezen, met slim voetballen, slim vrij lopen. En ja, goed, dus dat was, het was niet de explosieve type. We hebben hier veel spelers gehad, van goede spelers, maar ik geef nu een vergelijking, Rensenbrink, dat was in op een gouden linkse poot. Op zijn rechtse, dat was veel minder. Nilis had twee gouden benen, links en rechts. In 8 seizoenen Anderlecht werd Nilis 4 keer kampioen en hij won ook 3 keer de beker, maar nooit de gouden schoen. Het is jammer dat Luc nooit de gouden schoen heeft gewonnen. Hij heeft hem zeker verdiend. Hij heeft zeker de kwaliteiten gehad daarvoor. En ja, om een of andere reden is het er nooit van gekomen. Zijn relatie met de pers was niet optimaal. Hij had geen nood aan veel babbelen in de pers en er was altijd een afstand. En ik denk dat dat toch op de een of andere manier ook bij de pers heeft meegespeeld in zijn beoordeling. Je moet dus op dat vlak een beetje geluk hebben. En hij heeft dat in België nooit gehad. Het was altijd, hij werd altijd geklopt door iemand anders. En hij heeft dan moeten uitwijken naar rood om daar dus de bekroning te krijgen van, daar noemt men dat gouden schoen, daar heeft dat een andere benaming. Hè? De beste voetballer van het jaar of zoiets. En daar had hem direct de eerste prijs. Ik denk dat hij ook daarvoor een klein beetje Anderlecht heeft verlaten. Een gebrek aan respect. Ja, hij voelde zich toch een beetje tekort gedaan. Ondanks zijn vele doelpunten voor Anderlecht kreeg hij ook bij momenten wel kritiek. En dat vond hij niet terecht. En daar was hij wel gevoelig voor. Hij heeft hier dus 8 jaar gespeeld. Van 86 tot 94. Maar het laatste jaar kwam er een beetje sleet op. Niet op zijn spel, maar hier in de kop. Psychisch. Hij was het een beetje moe hier. En hij wou uitkijken naar een nieuw oord, naar nieuwe wind, naar een nieuwe plaats, een nieuwe club. In 1994 stak Nilis de grens over om bij PSV te gaan voetballen. Ik was ontgoocheld omdat we toen met Anderlecht een goede ploeg hadden. We zaten dicht bij de Europese top, we hadden nog 2 versterkingen nodig. En na het WK in Amerika zijn Luc en Philippe Albert vertrokken. En dat was voor mij echt een zware ontschopeling. Dus een Limburger, hè. En voor hem was het een gouden oplossing. PSV was toen ook de ploeg van het moment. Hij speelde al jaren de kop, Europees en weet ik veel. En dat heeft bij hem de doorslag. Zoals bij het begin ook, als hij van Wietenslag weggegaan, hij wou naar Anderlecht komen. En als hij hier weggegaan is, PSV was voor hem, in zijn visie, in zijn optiek, van zijn huiselijk leven, Limburger, kort over de grens, heeft daar zelf spontaan voor gekozen. Ja. Dat hij vertrok naar PSV was, denk ik, voor hem een goede oplossing. In die zin dat het het buitenland was, maar dan toch niet direct een grote stap naar een land waar hij de taal niet sprak en waar hij toch meer tijd zou nodig gehad hebben om zich aan te passen. Hij kon blijven wonen in Limburg, dat was eigenlijk nog dichter bij huis dan Anderlecht. Dus wat dat betreft heeft hij daar een schitterende zaak gedaan. Hij is ontvangen als een god in PSV en op korte tijd is hij daar ook bijna god geworden. Dus, uiteindelijk was het voor hem een fantastische zaak om naar PSV te vertrekken. De beste speler uit de PTT Telecompetitie 1995, Luc Nilis. Luc Nilis! Ik denk voor mezelf is het de kroning van een mooi jaar. En tenslotte is het een waardering die de spelers laten blijken, want zij hebben gestemd. En de World Talks zeggen dat ze graag mij zien voetballen. En dat geeft veel voldoening natuurlijk. In Nederland hebben ze hem echt op een verhoog gezet. Is daar, ik weet niet of de eerste buitenlander was die als profvoetballer verkozen werd. Maar dat was toch uitzonderlijk als buitenlander daar, zeg maar. Ja, dat werd niet de gouden schoen genoemd, maar gewoon profvoetballer van het jaar. En dat is in Nederland toch minstens evenveel waard als een gouden schoen. En hij was immens populair bij PSV. Dus, en zelfs erbuiten, waar de concurrentie van Ajax en Feyenoord en zo, als ze zijn doelpunten zagen, dan waren die ook lyrisch over hem.
Dus ik ben er zeker van dat hij eigenlijk in Nederland populairder was dan in België. En de kans voor Luc Nilis om zijn ploeg PSV op slag van rust 2-1 voor te brengen. Iedereen recht op de banken, Nilis doet 2-1 voor PSV. 2-1 PSV, doelpunt Luc Nilis. Luc Nilis in al concentratie, knap getrapt. Is Kokku. Dan kan ik er altijd wat in de lucht, Kokku. Van de Wenzende, ideaal koppeltje. Komt uit de tweede lijn misschien. Goed schot. Grijze. Mark de Grijze, schitterend door. Wat een doelpunt van Mark de Grijze. Ja, mooie afsluiter van een hele goede wedstrijd. De Grijze die hier heel subtiel, heel genieus die bal. In plaats van hard te trappen, over Doelman de Woester. Die niet bij die bal kon of die bal niet kon klemmen. Maar schitterend afgewerkt door Mark de Grijze hier. Luc Nilis, wat een wedstrijd, hè? Ja, dus ik denk het begon spannend, het eindigde mooi. Dus ik denk dat alle ingrediënten aanwezig waren om een echte topper te zijn. Vechtlust, rode kaart, van alles, doelpunten. Mark de Grijze, wanneer heb je voor het laatst gewonnen met 7-2? Het is de tijd van de scholieren, denk ik. Dat is lang geleden, maar in Nederland kan dat wel. Zeker als je met 10 tegen 11 speelt, dan krijg je heel veel ruimte en dan krijg je kansen. En die hebben we vandaag heel goed afgemaakt. Luc is zonder meer de speler die ik in mijn carrière heb gezien met de beste traptechniek. Daar valt niet over te discussiëren. ik heb Papijn gekend bij Club Brugge. Dat was ook een serieus kanon, maar dat was beperkt tot zijn rechter. En dat was meestal op kracht, maar Luc kon op kracht en finesse en met beide voeten even hard en even plaats uithalen. Dus ik heb dat werd ieder jaar nog beter, dat was ook mooi. Dus hij werkte daar ook keihard aan. Het was niet zo dat zomaar vanzelf ging. Eigenlijk bij het begin van de training en eigenlijk ook nog na de training was dat altijd maar, dat was het liefste wat ik deed, trappen naartoe. En dat was ook het beste wat ik kon. Messi de beste speler is, de compleetste speler die er is in de geschiedenis. Maar in dit specifieke onderdeel, puur traptechniek, dan kon Luc meer met zijn twee voeten dan Messi. En ik ben er zeker van dat Luc ook meer vrije trappen heeft gemaakt dan Messi.
En als het dan vroeg om met links te doen, zou hij het ook gedaan hebben. Dus nee, in dit specifieke onderdeel, ik ken er, we hebben Ronald Koeman als vrije trapspecialist gekend, maar dat was ook beperkt tot één voet. Ik noem maar zo'n naam op, om toch maar een vergelijking te vinden. Maar echt zo bewust en zo precies kunnen schieten en zo hard als Luc, daar heb ik geen andere betere gezien. En Valks. Moet opruimen, mag opruimen, geen buitenspel. Wordt het toch 0-2? Zenden en Nilis. Zenden, Nilis. Ja, ja. Zijn 15e competitiedoelpunt. Luc Nilis, de topschutter. Hij brengt de eindstand op 0-2. Hij nam het voortouw om zijn ploeg mee te nemen door die bal te eisen en doelpunten te willen maken. En naarmate dat hij ouder werd, probeerde hij ook wel meer spelers te sturen, bij de hand te nemen en te helpen. Maar een natuurlijke leider zou ik hem toch niet noemen. Het is voornamelijk door zijn klasse en zijn kwaliteit als speler dat hij daar, zeker dan bij PSV, in die rol werd geduwd. Na zijn tweede titel met PSV in 2000 versierde Nilis nog een mooie transfer naar de Premier League. Hij ging bij Aston Villa spelen. Na het EK zeker, dan 2000, heeft hij die stap gezet naar Aston Villa. Ook een beetje te laat waarschijnlijk. Hij werd toen toch al een stilletje zo'n 33. Dus ja, zoals van onze generatie het allemaal een beetje spijt hebben dat we eerder hadden moeten vertrekken. Dat zal bij Luc ook zo geweest zijn. En ja, als je dan ziet dat het maar een heel kort verhaal was, dan maakt het des te jammer. Sommige van zijn doelpunten die gaan misschien blijven. En die zullen altijd blijven getoond worden op televisie en met de beelden. Zeer spectaculair. Ja. Right. Nilis misschien. Nilis, ja. En een schitterende goal van Luc Nilis. Geeft daar heel even zijn visitekaartje af. Na minder dan 10 minuten spelen in de Premier League, een eerste schitterende goal voor Luc Nilis, een Luc Nilis goal. Lekker op de wreef, lang uitgetrapt, doorgekopt, de voorzet van Wright, de controle met Franck Leboeuf bij zich, alsjeblieft. Luc Nilis met een prachtig doelpunt. Voorlangs Carlo Curigini, geen schijn van een kans. Dan hier Franck Leboeuf te grazen en dat is toch niet de eerste de beste. En dan deze knal met links, lekker op de wreef. Luc Nilis 1-0 voor Aston Villa. Hij was niet, hoe zal ik maar zeggen, fysiek de echte topper. Was geen Tarzan, bij manier van spreken. Hij moest het meer hebben van zijn techniek, van zijn fijne techniek, van zijn complete techniek. Maar daar kon hij in Engeland, hij had er zeker vast kunnen optreden en op meespelen. Dat blijf ik niet aan. Dat doelpunt tegen Chelsea, dat was zijn basis om te vertrekken en om zeg maar carrière te maken en om een held te worden van Aston Villa. Alleen, het heeft niet mogen zijn. Het ongeval is snel gekomen. Spijtig genoeg heeft het daar voor hem niet lang geduurd. Ik geloof dat hij 3 matchen gespeeld heeft. En dan is die fameuze beenbreuk gekomen, heel spectaculair. Hè? En dat heeft dan zijn carrière brutaal afgebroken. Spijtig genoeg voor hem. Ja, dat onderval was een anticlimax. Als ik nog terugdenk aan hoe dat ik mijn carrière heb kunnen afsluiten op een lager niveau, maar op een gezonde sportieve manier kunnen voetballen, tot omdat je zelf kan zeggen, het is nu genoeg geweest, maar ik denk dat er bij Luc nog zeker minstens 3-4 jaar in zat in zijn benen. En dat hebben we allemaal gemist en dat, ja, hij het meeste natuurlijk. Dus, en dat is... Dat was het trieste lot van een fantastische voetballer. Hij heeft zijn vaste plaats in de galerij van de grote van Anderlecht. Zonder betwisting, zonder de minste twijfel. Hij hoort in de galerij van de grote en ik kan er een ganse reeks opnoemen. En dan ga ik er waarschijnlijk een paar vergeten. Maar dat begint met de grote figuur, de start van de geschiedenis van Anderlecht, Jef Mermans. En nadien zoveel andere, Michel van Varenberg en weet ik veel, Henri Meert en van dichter bij ons, dan Renzenbrink en dan Lozano en Koek en Paul van Imst en Mulder en weet ik veel. En nu dichter bij ons nog Compagnie en al die jongens in de galerij van de grote. En met Mark de Grieze past hij zeker vast.
was een lot om in dezelfde ploeg van hem te mogen spelen. En we hebben samen veel plezier gemaakt op en naast het veld. En ja, goed, het doet deugd om nog een keer over hem zo te kunnen spreken en terug te blikken op een fantastische carrière. Waarvan ik denk dat nu nog, zoals dikwijls ook, kunstenaars na hun carrière nog meer lof krijgen. Dat misschien nu ook met deze beelden mensen zullen inzien van, Luc was gewoon fantastische doelpunten maken.